Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we deze nis, zoals je hier ziet, betegelen met natuursteen. Deze achterkant van de nis gaan we dus betegelen met natuursteen. Nou, je ziet, ik heb alvast alles betegeld. De wc is bijna gereed, alleen de vloer nog. Stippen zitten eraan. Waarom heb ik dit nou zo gedaan? Normaal plak je altijd eerst de achterkant, of plak ik altijd eerst de achterkant. En laat ik deze tegels er tegenaan schieten, zodat je niet in de kitnaad kijkt. Altijd mooi. Maar met dit natuursteen, ik zal het even laten zien. Dit zijn de losse stukken die we eraan gaan maken. Je ziet, dat steekt behoorlijk. Dus als je hier een tegel tegenaan laat schieten, krijg je een hele rare kitnaad. En dit is een tegel, dat moet je niet voegen. Ook niet kitten. Dus niet gebruiken in natte ruimtes, niet in de douche. Maar op de achterkant van zo'n nis in de wc, of in de wand in de woonkamer, weet ik veel wat, is dit een hele mooie toepassing. De maat tussen de nis is 47,6. Dus dan maken we de stukken 47,2. Een mooi strak naadje. Omdat we hem niet gaan kitten, wil ik een mooi strakke naad krijgen. Hier komt toch geen water, dus waterdicht hoeft hier niet. Gaan we voor de mooiheid. Voor een strakke naad, bijna strak ertussen. Hoe ga ik dat nou als volgt doen? Je ziet, deze natuurstenen kun je in elkaar laten vallen. Als strip. Zo. Maar dat is hier niet van toepassing. Dus ik zag elke uitsteeksel eraf, hier langs, en dan meet ik de maat 47,2 en zaag ik daarop langs zodat je een mooi recht stuk hebt en die kan ik dan met poederlijn achter in de nis bevestigen. Het eerste stuk heb ik even pas gezaagd, nu zie je mooi hoe het eruit gaat zien. Met dat spotje erboven wordt het straks een hele mooie eyecatcher in deze wc. Mooi om even te kijken hoe dit is gemaakt. Voorzichtig eruit halen. Het zijn allemaal individuele stukken. Aan elkaar gelijmd. Op een malletje denk ik. Aan elkaar gemaakt met de hand. Nummer 6 staat erop. Dus kom in een paar, zitten maar in een doos. Ik denk dat het ook best wel prijzig is. Weegt ook best wel wat. Heel dik. Je roest, koper kleur, erts, ijzererts. Pas mooi bij deze zwarte tegel met ook een beetje een soort oxidant kleur erin. Geoxideerde kleur, hoe je het ook wil noemen. Afhankelijk van de ondergrond en de achterkant van jouw natuursteenstrippen bepaal je aan de kam. Ik ga hier met de kam van 8 werken. Met die dikke kam wordt veel te gek, dan krult alle lijnen tussenuit en dan heb je weer een rommel van. Ook omdat er geen voeg en kitting komt. Mooi klein kammetje, moet ze dat doen. Zo slim als ik ben, heb ik natuurlijk rekening gehouden met de tegelmaat, zodat ik van de bovenkant niks hoef af te halen. Het is echt een tight fit, het past heel strak. Onder het zagen zag ik nog een fout. Deze is in het maakproces gebroken en weer aan elkaar gelijmd. Dat is natuurlijk niet mooi als je dat erin maakt. Hij zat wel in de doos. Gelukkig hadden ze 2 dozen besteld en was er geen tekort. Hier komt natuurlijk een mooi spotje in. Ik zal de camera eventjes wat verplaatsen. Hier komt natuurlijk een spotje in. Waarom denk je nou, waarom is het nou in één keer zo donker? Ik zal eventjes laten zien hoe het eruit ziet met de hand van mijn telefoon. Wat voor effect je krijgt als je hier een spotje in plaatst. Wel dan iets geler, dit is natuurlijk dan wit licht, maar er werpt een schaduw over de tegels heen, hoe dichter je dat je hem erbij haalt. Wat een heel mooi dramatisch effect geeft aan deze wc. Mooi man. Mocht je nou zelf denken, ik wil ook zulke tegels in mijn wc-nis of aan mijn wand of weet ik veel waar. Het merk is Michel Prie en Bijsterveld Natuursteen. Stone Panel Rusty Slate, daar heb je hem. Mocht je hem willen, dat is de code.
Dat brengt ons bij het einde van deze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Een keer wat anders. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.